Hey allemaal, vandaag Jordan van de Gamingcast en welkom terug bij een nieuwe episode van Battlefield 4. En vandaag zijn we weer terug met games van de PlayStation en zo, want mijn laptop is er terug. Die is gisteren binnengekomen weer. En ja, ik ben eigenlijk hartstikke blij mee, want nu kan ik tenminste weer alles doen. Gewoon lekker chill uploaden. Oh trouwens, we gaan spelen op Hainan Resort, ook goed. Volgens mij hebben we die nog niet gezien online, maar dat weet ik niet zeker. Maar ja, mijn laptop is weer terug, eindelijk. Dus ik ben eigenlijk weer opgelucht. En ik kan eigenlijk eindelijk weer verder met YouTube. En ik hoop dat jullie dat ook weer een beetje leuk gaan vinden. Mijn laptop is dus helemaal gewist. Eigenlijk had ik dat niet verwacht. Maar hij is helemaal gewist. En eigenlijk baal ik daar toch wel ergens van. Dat hij helemaal gewist was. Want ik had niet alles gebackupt. Maar ik had, ik had wel geloof ik de Minecraft werelden gebackupt. Terraria heb ik gebackupt. En wat nog meer. Ja, dat is het ongeveer wel zo'n beetje. Dus ik moest alles weer helemaal opnieuw installeren. En dat was, het waren toch aardig wat programma's en weet ik het allemaal. Dus ik vond toch, ik was toch eigenlijk wel een beetje, soort van verdrietig van eigenlijk. En trouwens, eventjes gaan mikken nu. Oké, die is dood. Even kijken hoor. Hier aan de zijkant is iemand. Een enemy geraakt. Oh, en hij is down. Oké. En hier loopt iemand. Oké, hier loopt iemand. Waar is die? Oh, daar is die. Oh shit, oké. We hebben elkaar gekild. Maar ja, in ieder geval dus. Mijn laptop is weer terug. We kunnen weer recorden. En ja, ik ben daar in ieder geval super blij mee. Ik heb alles opnieuw geïnstalleerd. Dus van Elgato Game Capture Setup tot Minecraft, tot Terraria, WinRAR. Ja, allemaal dat soort dingen, weet je wel. De basisdingen eigenlijk die je op de computer wil hebben. Heb ik weer geïnstalleerd. En dat is mooi. En holy shit, oké. Hij heeft hetzelfde wapen. Super chill. Alright. We spelen nu vandaag met de carbine rifles. Tenminste, het is eigenlijk maar één carbine rifle natuurlijk. En het is de AK-5C, geloof ik, heet het. En dat is eigenlijk een super chill wapen. Het is heel steady op lange afstanden. Ik kan dus jullie ook wel aanraden. En ik hoop dat ik zo meteen een beetje beter ga. Want ik had hiervoor trouwens een ziek potje. Alleen die had ik nog niet opgenomen omdat mijn laptop even bezig was met updates en weet ik wat. Daar stond iemand. Oké, die gaan we wel achterna of niet? Ja, gaan we even achterna anders. En ik had hiervoor dus echt een ziek goed potje eigenlijk. Ik wil een headshot maken. Ja, toch headshot gebeurd. Oké, nice. En dat potje hiervoor was 8-1 geëindigd of zo. Ik kwam er net in. Het ging eigenlijk wel lekker. Maar dit wapen is echt beast mode. Oh, daar staat iemand. Hij is pittig steady van afstanden. En dat is eigenlijk graag wat je van een wapen wil hebben. En hij heeft nog best wel decent damage, moet ik zeggen. Hij is overal een heel chill wapen. Dus ik zal hem zeker aanraden. Probeer hem eens uit. Ik zou zeggen, speel de carbine rifles vrij door met engineer te spelen. We gaan nu nog niet heel erg lekker eigenlijk, 3-3. En carbine rifles kun je op elke klas gebruiken. Dus dat is wel heel erg fijn eigenlijk. Wat wel een, ik vond ook trouwens de PDW's, de Personal Defense Weapons, die vind ik ook super chill. Alleen die kan je helaas niet op elke klas gebruiken, dus dat is dan weer een beetje een nadeel eigenlijk. Oké, die is net niet dood, jammer. Hierboven liep iemand naar, hier liep iemand naar boven. Oh. Even kijken hoor, hier via de buitenkant. Hallo. Nee, niemand. Oké, dan revive ik mijn teammate dan maar, zou ik zeggen. Oké, waar zijn die? Oh, hier loopt iemand eventjes voor me langs naar binnen. Ga niet door, vriend. Word ik nu gebackstabbed zelf of niet? Of zit hij hier zo beneden of zo? Nee. Oké, ik zie overal oranje pijltjes. Oftewel, enemies. Oké, die is dus wel degelijk in mijn rug. Oké, dat is jammer. Oh, in de front zelfs. Oké. Ik werd ook in mijn rug geschoten. Oké. Go. AK-5C dus. Super chill wapen. Waar kun je hem vooral voor gebruiken? Ja, het is eigenlijk niet echt een voor close distance. Want ja, daar kan ik me dan weer net voor afraden. Want het is een wapen dat niet een hoge fire rate heeft. Dus misschien niet zo heel erg snel. Maar ik zou hem zeker aanraden voor lange afstanden. Dat is wel, dat is echt wel super chill. Oké, hier loopt iemand. Hier zoals dit, daar kan ik gewoon bijna continu de trigger inhouden. En dan kill ik die vent alsnog heel simpel. Ah, van dichtbij is je ook prima. Alleen hebben andere wapens vaak het voordeel vanwege de hogere fire rate. Maar ja, dat is dat dan ook. Dat is dus een beetje geven en nemen. Dus niet elke gun is helemaal perfect, laat maar zeggen. Dat is eigenlijk geen enkele gun. Oké. 34, 26. We staan voor. Cool. Alright. Ik heb trouwens een witte camo opgezet. Vind dat trouwens wel vet. Dat had ik ook op de AUG, geloof ik, de vorige keer gezet. Dat is alweer een week geleden of zo dat we dat hadden gedaan. Oh, daar staat iemand. Oranje pijltje boven zijn hoofd. Nou, weet je wat, laten we daar even niet achteraan gaan.
Laten we via links een keertje gaan of zo. Volgens mij zitten daar nu de meeste enemies. Spotten doen we met R2. Dus misschien komen we nog even iemand. Kunnen we iemand spotten of zo? Nee, oké. Okay. Gespot is er niemand daar zo. En toch zag ik daar net iemand schieten. Ja, ja, ja. Hier vlakbij zit iemand op mijn team te schieten. Waar is die? Ben ik nou zo blind dan? Of ligt het aan mij? Oh ja, hier zit hij. Ja, 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 hier. Oké. Okay. Ik was dus wel inderdaad redelijk blind. Oké. Okay. daar reloadde ik zonder dat de animatie erbij kwam. Oké. Ook weird. Hier zit hij boven, denk ik. Gok ik. Ja, hier zit er een boven. Oké, daar is er nog één. Meerdere zelfs. Oké, dat was een beetje dom om te schieten eigenlijk. Als ik niet volle ammo gereload had. Maar ja, maakt niet uit. Oké, sweet. Hoe gaan we eigenlijk? 8 om 6 waarschijnlijk. Ja, 8 om 6. Niet heel chill. Maar nou, oké, boeien. Maak tenminste kills. Daar gaat het om. Dat is leuk voor jullie om naar te kijken, denk ik. Oké, spotten die handel. Ja, ik heb iemand gespot daar zo. Daar staat hij, daar staat hij, daar staat hij. Oeh, hij loopt weg. Oké. Sneaky devil. Oké, laten we daar even niet achter. Oh, nou, hoewel. Wacht, daar ergens was hij. Hè? Daar loopt hij. Trouwens, oh shit, ik moest mijn teammate reviven. Ik zat niet op te letten. Bij de les blijven. Oké, hierboven sowieso. Hopelijk word ik niet in mijn rug gestapt. Trouwens wel gebruikelijk in je rug gestapt worden. Ja, die hebben we. Nice. Oh, sweet trouwens. Een suppressor. Snel even die medikit gooien. Verkeerde knopje hoor. Ik doe altijd linker pijltje. Geen idee waarom, maar het is rechter pijltje in de medikbox gooien. Oké. Oh, hier komt er even rechts. Waar is hij? Oh, daar is hij. Daar loopt hij. Ik kan even nog in mijn vizier staan, jongen. Kom op. Waar ben je? Ah, hij is hier. Ja, hij is volgens mij hierin gelopen. Oké. Oh, hij wacht hem op me. Holy shit. Oké, daar had ik niet zien aankomen. Rechter pijltje. Nu doe ik het wel goed. Sweet. En even kijken hoor. Ho. Dat was een granaat, geloof ik. Die ontploft hier. Ik gooi zelf eigenlijk veel te weinig granaten. Ik gooi ze eigenlijk bijna nooit. Ik vind het eigenlijk niet zo chill. Ik weet niet. Dat is eigenlijk niet echt een reflex van mij. Granaten gooien. Holy shit. Dit is baaf. Holy shit. Hier. Pak je. Ik pak jou, je kinderen. grapje. Oké, die waren down. Nice. Best wel slecht van die enemy trouwens. Dat ze met z'n tweeën even moeite hadden om mij neer te krijgen. Maar ja, oké, dat is dat. Ik ga niet te veel mensen beschouwen hier, want ik ben zelf ook niet al te goed. Dus, oké, daar staan een paar. Oké, wacht. Kan ik die vanaf hier raken? Nee, oké, laat ik mijn kogels daar maar niet aan verspillen. Dat zou zonde zijn namelijk. En, oké. Laat me trouwens even weten of het geluid nu zo goed afgesteld staat. Met mijn stem, laat me zeggen of die net hard genoeg is om boven het geluid van de game uit te komen. Of dat gamegeluid bijvoorbeeld te zacht is of niet. En in ieder geval, laat me even weten. Ik zou wel chill vinden. Oh, shit. Oh, nee. Oh, hij was ook bijna down, joh. Dat is jammer. Dat is erg jammer zelfs. Oh, we gingen net eigenlijk wel wat het een beetje herpakt. Maar we gaan nu weer even wat minder. Dus we moeten even kijken of we het een beetje beter kunnen gaan doen weer. Oké, waar zou ik eens beginnen? Ja, dat is nog best wel een grote map voor een team deathmatch, moet ik zeggen dit. De chaos vindt zich natuurlijk plaats in het gebouw. Dus eigenlijk moet je gewoon in de buurt van het gebouw zien te blijven. En dan komt het wel goed qua kills, zou ik zeggen. Oké, daar staat iemand. Die kunnen we wel pakken, ja, sweet. En kunnen we die guy nu ook pakken? Ja, kom die maar. Oh, nee joh. Oh, vies. Is dat gewoon de kamer? Zo, hallo. Ik kan niet eerst met mijn woorden komen. Is het gewoon te campen daar in zo'n kamertje? En we gaan niet meer zo lekker als team. Kom op, jongens. We gaan nog verliezen ook misschien, joh. Oké, dan. Die guy die zit daar. Ja, wacht. Ik zal eventjes aardig zijn. Ik zal even de teammaat uithangen. Ho. Die vent die moet eventjes dood. Knal hem af. Oh, granaat. Eruit jongens, lopen. En dan wil ik eventjes snel... Nee, weer verkeerde pijltje. En dan eventjes snel een medikit gooien. Er gebeurt hier heel veel om me heen. Oké, waar zitten die enemies? Links of rechts? Volgens mij rechtsboven. Ja, rechtsboven zitten ze, hè? Even kijken of er nou eventjes niet een granaat naar ze toe kan gooien of zo. Weet ik veel. Probeer ook maar wat. Hier enemies? Nope. Oh, trouwens wel daarboven. Dus laten we proberen even een beetje om te lopen anders. Misschien helpt dat... Geen idee of dit een suicide mission is of niet, maar dat merken we gauw genoeg, zou ik zeggen. Right. Hier zo. Oh, hier beneden zit er een. Meer dan zelfs trouwens. Hier zit ook iemand.
Zeker, zeker, zeker. Oh, maar dus, wow, oké, okay, launch van mijn neus. Sweetness. En pak die handel. Yep, nice. Oké, okay, daar gaat mijn teammate wel vandaan. Oh, dan zit hij daar achter zo'n bankje te headglitchen. Nou, headglitchen. Ja, redelijk headglitchen kan je dat wel noemen eigenlijk. Jammer. Oké, okay. Nou, we gaan wel richting de winnende kant nu. Oké. Okay. Het was niet mijn beste potje, maar het maakt niet uit. Dat we het redelijk hebben gedaan, zou ik zeggen. Oké, okay, daar staat iemand. Daar staat iemand. Oké, okay, hitmarkers. Die loopt sowieso omhoog hier zo. Misschien kunnen we hem hier onderscheppen. Wacht, waar is die? Hij vertrouwt hier ook niet helemaal qua enemies hoor. Oh, daar werd... Oh, dat was toevallig dat daar een enemy stond. Oh, oh ja, he, kill assist, sweet. En deze guy kan ook niet meer reviven. Hij is down, compleet. Dat is jammer voor hem. Deze guy kunnen we wel reviven. There we go. En daar is je medikit, jongen. Dan ga je niet down. Oké, okay, hier is iemand. Wow, wow, yo. Oké, okay, dat was een zieke... Oh, yo, wat de heck? RGO Impact. Wat is dat dan? Is dat een granaat? Ja, het ziet eruit als een granaatentekens in ieder geval. Maar ja, we hebben gewonnen. Nice, 100 tegen 90. En volgens mij hebben we nog een redelijk... Ja, 18-11. Oké, oké. Kan ermee door, zou ik zeggen. Het zijn toch bijna... het is ongeveer bijna 20% van de kills. Dus, ja, best decent. Eigenlijk is het 18% van de kills... van de 12 man geloof ik, of 10 man waarmee je een team zit. In ieder geval jongens, ja, dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik hoop dat jullie het weer een beetje leuk vinden, dat we weer terug zijn. En ja, we zijn bijna level 14 inmiddels. Gaat niet heel snel, maar ik heb ook nog niet heel veel gespeeld. Maar jongens, ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. En ja, ik